allochtonen ken. Ik weet ervan, maar ik ken ze niet echt. Wow. Ja, heel veel. Mijn zus is getrouwd geweest met een Tunesische meneer. Dus ik heb al sowieso twee half Tunesische nichtjes. Ja, ik denk het wel. Mede-Nederlanders bedoelt u? Nee, ik denk niet echt. Wel vaag in de nabijheid, maar niet close. Die kent u niet? Nee. Mensen die niet in Nederland geboren zijn? Nee. Bent u zelf in Nederland geboren? Nee, ook niet. Vooral jongens uit mijn team. En een paar op school, maar niet heel veel. Ja, wat versta je onder de term? Zoals hij ooit bedacht is? Want dan ken ik er wel een aantal, hoor. Maar ik ken ook sowieso gewoon Nederlanders. Ook maar. Maar ja, ik ga meer met allochtonen. En heeft u ook wel eens last van allochtonen? Nee. Helemaal niet. Ik ben er zelf één. Ik ben zelf een allochtoon. Ja, ik snap wel dat allochtonen, ja. Ik snap wel dat er af en toe problemen komen. Sommige allochtonen doen hetzelfde als blanke mensen, hoor. Ik denk dat sommigen wel overlast verzorgen, maar dat doen we met z'n allen. We maken allemaal wel eens overlast en dat is natuurlijk niet prettig. En of je nou zwart, groen of geel bent, maakt geen zoon meer uit. Hoe ben je? Hoe ga je met elkaar om? Dat is heel belangrijk. Het zijn gewoon aardige mensen. Als je ze goed benadert, dan is er niks aan de hand natuurlijk met die lui. In Nederland zijn wel veel mensen die zeggen dat ze last hebben van allochtonen. Wat vindt u daarvan? Ik heb besloten om de gulden middenweg te gaan bewandelen en daar geen mening over te hebben. Voor mijn eigen gemoedsrust. De gulden middenweg? Ja, gewoon niet nadenken. Wat is, is en wat komt, komt. Dat mensen last kunnen hebben van andere mensen, kan ik me best voorstellen. Ik heb ook last van andere mensen. Ik had net nog last van een aantal kinderen die heel hard aan het schreeuwen waren. Daar had ik last van. Hebben ze er echt last van? Nee, ze hebben er last van. Omdat de buurman zegt dat hij iemand kent die er last van heeft. Je kan het niet zomaar zeggen. Je hebt mensen die zeggen dat zomaar, van allochtonen. Ja, nou, dat vind ik dus verschrikkelijk. Ja, dat je dan aan het fietsen bent en dan staat opeens een heel groepje staat zo te schreeuwen en zo. En dan moet je daar langs. Ja. Ja, dan heb je er wel een beetje last van. Maar dat zijn... Schreeuwen? Ja, maar er staan er ook wel gewoon Nederlanders tussen, dus dat maakt niet zoveel uit. Niet specifiek buitenlanders? Nee. Ik had wel eens dat ik over straat liep en dat ze iets tegen me schreeuwden of zo. Ik snap wel dat er af en toe problemen komen. Sommige allochtonen doen hetzelfde als blanke mensen, hoor. Hey, hoer, kom eens hier of zoiets dergelijks. Alleen omdat kleurlingen doen, valt het sneller op, want we hebben kleur. En hoe gaat u dan met allochtonen om? Nou goed, als ze normaal doen wel, maar als ze abnormaal doen, zeg ik er wat van. Je bent een Egyptenaar, ik ben een Colombiaan, dat kan allemaal. Het zijn gewoon normale jongens. Als ze zelf gewoon aardig en vriendelijk zijn en hun best doen om te integreren en mee te doen met ons, dan vind ik het goed. Maar als ze tegen alles aanschoppen en vinden dat ze overal recht op hebben, dan heb ik er iets meer moeite mee. Ja, wat zouden we daaraan kunnen doen? Het begint al met wanneer mensen hier komen, dat ze heel goed ingeburgerd zijn en goed de Nederlandse taal spreken. Dan heb je al een hele barrière overwonnen. Ik denk dus altijd aan mijn nichten. En die worden ook gediscrimineerd. Nou, dat kan ik niet uitstaan. Ik vind nu een hele rare tijd. En ik weet het niet, maar ik heb er nooit geen last van gehad. Nooit, never. Maar wat je nou hoort en ziet en op die televisie. Nou jongen, je krijgt wat van. Echt waar. Dus u heeft alleen last van een paar kinderen? Ja, eigenlijk wel. Ook van deze? Nee, geen last, hè? Nee.